Een gesprongen waterleiding heeft aan het eind van de woensdagmiddag een groot gedeelte van de Nijverheidsstraat in Kampen blank gezet. Hoe en waarom de leiding is gesprongen is op dit moment nog niet duidelijk. Een sierbestratingsbedrijf uit Kampen heeft uit voorzorg de weg gedeeltelijk afgezet om ongevallen te voorkomen. De grote hoeveelheid water heeft ruim een uur rijkelijk kunnen vloeien voordat drinkwaterbedrijf Vitens ter plaatse kwam om polshoogte te nemen. Hoe lang het gaat duren voor de leiding weer gerepareerd is, is nog onduidelijk.